Goeiedag, wie ben je en waarom ben je hier? Ik ben Leonie Muis en ik woon in Megen en ik heb als hobby geocachen. Geweldig. Kan je daar iets meer vertellen? Want wat is geocaching? Geocaching is een spel wat uit Amerika afkomstig is. En zo verstoppen mensen hier overal geheimzinnige dingetjes waar je iets op kunt schrijven. Dus een klein boekje of een rolletje. En zo verzamel je eigenlijk geocachepunten. En het is een spel voor buiten om de wereld te ontdekken eigenlijk. Geocaching is ontstaan in 2002. Toen is de wereld eigenlijk open gegaan, dus voor GPS-coördinaten. En toen zijn mensen als hobby boekjes gaan verstoppelen en eigenlijk in het geheim iets gaan verstoppelen wat andere mensen niet zien. Wij zeggen altijd, het is een beetje een Harry Potter wereld. Dus alleen een geocacher snapt wat ze willen vinden. En in die hobby zoeken mensen eigenlijk door heel de wereld naar geocaches. Op de meest bijzondere plekken. Vroeger gewoon met een GPS, ouderwets. Tegenwoordig heel veel met een telefoon, maar ook sommigen nog steeds met een GPS. Ja. Het doel is 1 natuurlijk een spel spelen. 2 is het doel dat je de wereld leert kennen op een manier die andere mensen voor jou bedenken. Dus dat je op een hele mooie plek komt of dat je een route loopt door een gebied omdat iemand die daar in de buurt woont denkt, ja, dat moet toch echt iedereen hebben gezien. Maar geocache is ook heel erg bedoeld om de wereld ook te verbeteren. Dus in principe als je rondloopt met geocache kijk je ook heel goed om je heen wat je ziet. Dus een geocacher is ook scherp op de omgeving. Dus het is een spel waar heel veel aan vast zit. En zelf vind ik het allerleukste dat ik eigenlijk waar ik ook naartoe ga, ik altijd de mooiste plekken zie van de wereld. Dus ik loop door een stad niet omdat ik daar een kopje koffie ga drinken in de nieuwe stad en de winkels zie die ik ook in Oost kan zien. Maar ik loop door de stad omdat ik de geschiedenis van de stad leer kennen, de mooiste gebouwen leer kennen en eigenlijk de allerbeste routes zie van die stad. Dus dat is of een bos, maakt niet uit. Er is een gratis variant. Daarin kun je een deel zien van de geocaches. Een aantal geocaches zijn een premium lid. Een premium lid betaalt ongeveer €30 per jaar. Wat eigenlijk heel weinig is, want je kunt het dagelijks uitvoeren. Het is, vind ik, een heel klein bedrag voor een hele leuke en mooie hobby. Ja. Wat je ervoor nodig hebt als minimale is dus je telefoon met de app van geocaching. En sowieso een pen. Want zonder pen kun je nooit je teamnaam opschrijven. Als je iets vindt, moet je op een briefje of op een boekje je teamnaam opschrijven. En natuurlijk je telefoon of een GPS-apparaat. Maar het kan eigenlijk tegenwoordig met een telefoon. En daarmee zoek je uiteindelijk naar de plekken waar iets ligt. En je weet het nooit precies. Dus stel dat ik hier een geocache zou hebben neergelegd. Dan zou nu op deze plek binnen de straal van 10 meter ergens een geocache liggen. Dus als ik hier omheen zou kijken, dan zou ik denken, goh, dat bankje. Of daar ergens in. Ja, dan ga ik als geocacher rondkijken van waar zou nou een plek zijn waar iemand iets zou kunnen verstoppen waar een ander het eigenlijk niet ziet. En dat is eigenlijk het hele leuke, dat ik het wel weet, maar de ander niet. Ja. Ja, ik zal wat meer uitleggen over hoe geocache werkt. Dus op het moment dat jij die app hebt en je hebt je naam ingevoerd en alle gegevens ingevoerd dat je mee wil doen met het spel, dan ga je dus op zoek naar een geocache door middel van de app. Dus je opent de app en je ziet er allemaal groene, oranje icoontjes op de wereldkaart eigenlijk. Dus je zoomt in naar de plek waar jij naartoe wil. En dan ga je dus op zoek naar de cache, waarbij je altijd de cache laat liggen. Ook zo teruglegt zoals je hem vindt. Dus je probeert dat zo onopgemerkt te doen, want je wil juist dat het spel intact blijft. Dus echt met respect voor degene die dat maakt, want iemand anders heeft dat gemaakt om het spel intact te houden. Vind ik een hele belangrijke om erbij te vermelden. Op het moment dat jij hem hebt gevonden en je zet je naam in het logboekje, ga je terug naar de app of online naar de website. En dan zet je bij die cache aan, ik heb hem gevonden. En dan heb je dus 1 smiley op de kaart. En zo ga je steeds meer geocaches vinden en wordt jouw kaart helemaal vol met smileys. Er zijn mensen die dan werkelijk waar hun hobby hebben dat ze dagelijks geocachen. Dus je hebt allemaal verschillende soorten uitdagingen in het spel. Heel erg leuk. Doe ik allemaal niet. Ik ben nog steeds, zeg ik altijd, een kwaliteitcacher. Dus ik kies heel bewust, nu vandaag ga ik dit doen. En dat vind ik genoeg. Maar sommige mensen die hebben echt heel veel geocaches en die vinden het juist leuk om heel veel op een dag te doen.
Nou, dat ben ik niet. Maar ieder speelt zo zijn spel wel een beetje op zijn eigen manier. Een geocacher die dit ook zelf wil uitvoeren, die dus zelf een geocache wil maken, is meestal iemand die al een aantal, ja, wel zeker 100 tot 200 keer een geocache zelf heeft gevonden. Want je moet het spel wel echt goed kennen. Wil je ook snappen hoe je iets in het veld wil leggen. En ik heb er eigenlijk voor gezorgd dat hier een met allerlei punten rondom megen en haren een vorm is gekomen op de kaart van geocaching van een muis. En elk punt bevindt zich dus rondom megen en haren. En daarin heb ik eigenlijk puzzeltjes bedacht. En met die puzzel komen ze tot een coördinaat. En dan pas kunnen ze met die coördinaat de geocache vinden. En elke geocache die ik heb gemaakt ziet er een beetje anders uit. Maar heeft altijd als thema de muis. Ja, ja, mijn teamnaam is Muis & Co. Dat komt omdat mijn eerste man ook fan was van geocachen. Dat was nog in de tijd dat geocachen geen mobiele telefoon had, maar een GPS-apparaat. En hij vond dat superleuk om te doen. En voor ons samen een leuke manier om ook dus naar buiten te gaan en lekker te wandelen en af en toe iets te vinden. En hij heeft mij zelfs ook ten huwelijk gevraagd. Dus hij heeft zijn eigen geocache gelegd en daarin een briefje: wil je met me trouwen? Nou, hè, hoe mooi kan dat? In die tijd was dat heel bijzonder. En nog steeds trouwens. En jammer genoeg heeft hij een hele vervelende ziekte gehad, leukemie, en is daar ook aan overleden. Waardoor ik ook geocache een beetje uit mijn leven heb gehaald. Ik kon dat er gewoon niet bij houden, hebben met met de kinderen. En na verloop van tijd kwam ik toch weer in aanraking en ja, was ik weer helemaal gek op het spel. Dus ik heet eigenlijk nog steeds Leonie Muis, zoals zijn naam is. En draagt dus ook door middel van het team Muis & Co. Hem met me mee. En hangt er een muis hier in de lucht als geoart, zoals ik het noem. Even voor jullie beeld, wat ik ook nog wel wil vertellen over de muis. Want dat vind ik toch echt, ik ben ook best een beetje trots. Voor jullie beeld, ik heb hem 5 jaar hier, heb ik de Megische Muis dus als co-creative owner of cash owner in het veld gehad. En dan moet je denken dat er meer dan 1700 teams hier zijn geweest in die 5 jaar. Dat is echt ontzettend veel. Dat zijn mensen dus die hier een hele dag rondom Megen vertoeven. Ook in Megen zelf, want daar ligt een labcache. Je hebt helemaal soorten caches, dus in Megen ligt een labcache. En van die 1700 mensen zijn ook best wel veel mensen uit Duitsland, België, Denemarken heb ik ze gezien, uit Polen. Dus Engelse mensen, ja, echt ongelooflijk wat ik aan mooie berichten, want iedere cache heeft ook een verhaal. Dus mensen vertellen, oh wat is het leuk, wat is het hier mooi, ik heb dit gehad, ik heb een gesprek gehad. Laatst iemand die opschreef in zijn berichtje naar de log toe, want dat schrijf je dan, een logje als je hem hebt gevonden. Oh, ik heb gepraat en ze kenden de co en het is zo mooi hier en ik heb lekker gegeten bij de poort of bij Titus. Ja, dan denk ik, och, hoe leuk is dat, dat mensen op deze manier hun hobby uitvoeren en mee eigenlijk omarmen. Zoals wij nu hier staan, is er nog een kat en een muis op het beeld van geocaching te zien. Die gaan er allebei eind september uit. En daarna komt er een kei als woord boven megen en haren te hangen. En dan mag je eraan denken dat kei is een heel mooi woord wat past bij megen natuurlijk. Hè? Kei en donk, de kei, het stratenplan. Nou, dus de kei hangt boven megen. En elke geocache die we nu maken, hebben iets met het thema kei te maken. Dus het is kei spannend, kei smerig, kei grappig. Dus daar kunnen we wel iets bij bedenken aan wat we dan maken. En daar zijn we nu dus mee bezig met die route om die opnieuw te ontwikkelen. Maar wel zodanig dat mensen die hier komen weer denken, oh wat is dit toch leuk en hoe mooi is deze omgeving. Ja. Het begint weer te regenen, hè? Oh, het was net zo lekker. Nou Dorothea. Ja? Super. Ja. Hey, hartelijk bedankt voor je hele fijne, goede uitleg. Ja, geen dank. En ik geef jou heel veel succes. Ja. En geluk, dus dat er heel veel mensen komen geocachen. Ja, juist. Ja. Ja. Nou, vanaf 3 november komt de nieuwe art online. Dus dan verwacht ik weer dat Megen vol loopt met geocachers die denken, ik wil de nieuwe route ook ontdekken in Megen. Ja. En daar hebben we heel veel zin in. Dus, super. Ja. Dankjewel. Ja, tot ziens allemaal.